De nieuwe knokker Janet is natuurlijk uit en ik heb hem al vrijgespeeld. Dat hebben jullie waarschijnlijk al wel gezien in de video van gisteren. Zo niet, dan moet je die nog eventjes gaan checken. Maar in ieder geval, we hebben hem dus. En ik heb expres deze uitdaging nog niet gedaan. De Gouden Week uitdaging, die is al 3 dagen uit of zo. Maar ik heb expres deze uitdaging niet gedaan, omdat ik deze wou spelen met Janet. En nou, Janet is nu uit, dus we gaan vanaf nu elk potje deze uitdaging met Janet spelen. En wat ook leuk is, is dat we Janet dan maximaal level hebben. We krijgen zeg maar een nieuwe reactie en allemaal rewards, dat is ook lekker. Maar we hebben gewoon maximaal level Janet, omdat alle knokkers zeg maar naar krachtlevel 11 worden gezet. Want ik heb eigenlijk Janet maar krachtlevel 6. Maar nu kan ik dus Janet spelen op krachtlevel 11 niveau. En dan komen we er echt achter hoe goed Janet daadwerkelijk is. En dan kunnen we ook een beetje kijken hoe de sterkkracht een gadget is. Maar voordat we verder gaan, doe even dat duimpje omhoog. 1000 of 2000 of 3000 likes zou allemaal ziek nice zijn als het gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en dan dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van mijn video's en dat is net zo mooi. En misschien dat ik deze aanbieding trouwens nog ga kopen. Maar dat hangt er vanaf of de vorige video de 3000 likes haalt. Maar ja, dat komt dan binnenkort wel. Oh ja, en vergeet natuurlijk niet de code Bouwers te gebruiken als je zelf ook iets koopt in Brawl Stars. Maar Eroy en Shadow zijn ready. Dan kunnen we gaan beginnen. En waarschijnlijk de eerste potjes moet wel makkelijk lukken. Want ja, dit is gewoon easy. De tegenstanders in het begin van dit soort uitdagingen zijn vaak zo slecht. Maar ja, misschien dat we nu ook wel wat betere tegenstanders gaan tegenkomen. Je weet het niet, hè. Je kan hier natuurlijk de beste speler van de wereld tegenkomen. Bijvoorbeeld Hira. Die doet waarschijnlijk ook zo'n uitdaging. Maar de kans is klein dat je hem tegenkomt. Maar het kan natuurlijk wel. Oké, daar ging de Oh, gaat hij nu dood? Ik kan hier even doorpushen. Oh, lol. Dit is helemaal niks. Oké, Eroy is dood. De Flash is daar nog. Dan kunnen we hier even hits doen. Ja, top. Oh, ik moet even iets minder auto aimen. Want anders gaat het ook niet goed. We kunnen hier even kijken of we hem nu kunnen hebben. Ja, top. Hij is dood. Oké, dan kunnen we nu gaan vliegen. Nu kunnen we gaan vliegen. En nu gaat het echt leuk worden. Oh, ik moet mijn gadget trouwens ook even gebruiken. Ja, het is voor mij nog geen automatisme, zeg maar, om een gadget en super en alles te gebruiken. Omdat ik dat gewoon nog niet gewend ben. Kunnen nu even mijn gadget inzetten. Dus ik doe nu de hele tijd 1000 damage, zolang die actief is. Dat is ook wel vet. Ik ga even vliegen. Ik ga nu even vliegen. Kan ik geraakt worden trouwens? Nee, ik kan niet geraakt worden. En hoppa! Ik heb hem gekild tijdens het vliegen. Oh, dit is zo nice. Je moet er wel eventjes aan wennen. Aan een nieuwe knokker. Maar het is wel nice. Het is nice. We krijgen nu een knokdoos. Oh, nice. We krijgen gewoon een token uit de knokdoos. Dat is wel lekker. Maar vooral die grote dozen en megadozen op het eind. Die zijn helemaal chill. Want dan krijgen we allemaal krachtpunten voor de knokker Janet. Waardoor we Janet waarschijnlijk wel kunnen upgraden naar krachtlevel 7. Of heel misschien naar krachtlevel 8. Maar ja, daar komen we dan zo meteen achter. Dus dat scheelt weer iets. Nou, dat was al eentje. En daar gaat al bijna de tweede. Dan hebben we daar nog een Jackie. Die kunnen we ook hebben. Dat is, wat waren deze slecht. Wat waren deze slecht. Maar volgens mij hebben we zo meteen ook knokbasketbal. Als het goed is. Dat vind ik ook een leuke game mode. Hier zit verder niemand meer. Nee, we kunnen hier even iets doen. Ik moet wel even wennen aan dat lange inhouden. Ja, dat is voor mij wel eventjes wennen. Die Brock... Oh, ik ga dood. Ik moet eventjes iets beter spelen. Ik moet even iets beter spelen. Maar Eroy en Shadows gaan dit sowieso wel af kunnen maken. Want die Jackie die bakt er helemaal niks van. Oei. Wat was die slecht. Ja. Maar wel mooi, dan hebben we weer een knokdoos erbij. En ondertussen voltooien we ook mooie opdrachten met Janet. Dus dan krijgen we mooi wat tokens erbij. 25 krachtpunten. Vind ik voor een knokdoos redelijk. Ja, dat vind ik niet slecht. Dat vind ik op zich wel nice meegenomen. Dus dan kunnen we Janet denk ik zo wel upgraden. Had je inderdaad knokbasketbal hierna? Ik zal even checken. Ja, inderdaad. En daarna klopjacht en dan knokbal. Oh, eigenlijk alleen maar leuke game modes. Dus daar ben ik blij mee. Maar het derde potje. En dan hebben we 3 wins op rij. Nu moet ik even iets beter gaan spelen. Ik ga nu even via deze kant. Dan kan je net iets meer van achter het muurtje spelen. Ja, Janet is heel goed voor dichtbij. Maar op afstand kan Janet ook best wel wat damage doen. Maar ja, dan moet je dus heel lang je schot inhouden de hele tijd. Maar het kan op zich wel werken. Oké, die Jessie gaat nu dood. Ja, kan ik hier misschien die kill maken? Ja, oké, top. Dan is dat ook gefixt. Nice. Ik had eigenlijk ook mijn gadget erin kunnen zetten. Want dan krijgt hij namelijk geen levens er meer bij. Omdat hij dan de hele tijd 1000 damage tegenkrijgt. Dan moet ik eigenlijk misschien beter gebruik van hem gaan maken. Kijk, dan bijvoorbeeld... Oh, kunnen we hier die Jessie killen? Ja, top. Dat ik hier mijn gadget inzet. Ik ga nu trouwens vliegen. Kijk, dan doe ik dus de hele tijd damage. Oh, hoppa. Ah, dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Ja, dat is sowieso veel te goed. Maar nog een knokdoos. Toch even fijn meegenomen. Ik
krijgen we nu maar 4 krachtpunten. Ik zei toch, die 25 krachtpunten die we net kregen, was wel redelijk. We krijgen nu sterpunten, daarna coins en dan de grote dozen en megadozen. Dan wordt het echt nice. En we hebben hier trouwens in de winkel ook nog een megadoos en grote doos voor sterpunten. Weet je wat? Als we de uitdaging 12-0 winnen zonder 1 keer te verliezen, mag ik die megadoos en grote doos ook nog kopen die in de store te koop zijn voor sterpunten. Dat is dan een extra beloning als we de 12-0 halen. Maar ik zie jullie als het volgende potje begint. Hij begint al. Dus ik zie jullie nu al. Oké, let's go. Ja, knokbasketbal is echt heel erg nice. En ik denk dat Jeannette hier ook wel goed in gaat zijn. Vooral het vliegen met Jeannette is nice. Oké, hier even damage. Ja, Jeannette doet ook veel damage hoor. Dat is echt niet normaal. Kom hier even voor die spike. En het nice is dat je maakt niet uit waar je de tegenstander raakt. Je doet altijd veel damage. Eroy gaat hier nu scoren. Oeh, net niet. Dat is jammer. Maar ik denk... Oh, ik ga nu scoren. Dat is de bedoeling. En ja hoor, nice. Oh, een 2 punten. Ik dacht dat ik een 3 punten zou scoren. Lol, ik had echt verwacht dat dat een 3 punten zou zijn. Als Eroy nu een 3 punten kan scoren of iemand anders, Shadow, schiet jij maar. En ja, nice, dan hebben we al gewonnen. Lol, ik dacht echt dat ik net aan de andere kant van de lijst stond. Nou, blijkbaar niet ver genoeg. Maar dit potje ook makkelijk gewonnen. En nu krijgen we mooie sterpunten erbij. Eigenlijk is dit ook gewoon een grote doos. Want de grote doos kost 500 sterpunten en de megadoos 1500. Dus eigenlijk met deze 3 potjes, als we 3 winnen, krijgen we volgens mij in totaal 2000 sterpunten. Is eigenlijk ook gewoon een grote doos en een megadoos. Als je dan op die manier zou omrekenen natuurlijk. Of je kan er natuurlijk ook een skin voor kopen. Ik moet nu even uitkijken. Anders ga ik dood en dat wil ik niet. Hier even, ja, top. Ik zal hier trouwens even mijn gadget neerzetten. Kijk, dan krijgt die Ems mooi wat damage tegen de hele tijd. En Shadows kan ondertussen scoren. Hij heeft een 3 punten gescoord. Ik heb niet eens gezien hoe hij dat deed. Maar hij deed nice. Wat trouwens ook ziek nice is, is dat je gewoon... Oh, moet hier even oppassen. Dat je meerdere knokkers tegelijkertijd kan raken. Gaat Shadows scoren? Oh, oh, oh. Net niet, net niet, net niet, net niet, net niet. Ik moet even oppassen. Gaat dit nog goed? Ik kan even hier mijn super anders aanzetten. En dan kan je natuurlijk naar iemand toe gaan. En als je bijvoorbeeld bij zo'n Ems vlakbij de bent, want ik kom nu hier neer, dan kan je natuurlijk makkelijk killen. Dat is ook chill. Gewoon naar iemand toe vliegen en dan vervolgens diegene daarmee killen. Oké, kan ik nu scoren? Dat zou mooi zijn. En ja... Nee, jongen. Af en toe is dat vrij lastig hoor, dat schieten. Ik had echt verwacht dat die er wel in zou gaan. Nou ja, blijkbaar dus niet. Dus dat is jammer. Ik kan hier even damage doen. En ik zal mijn super even... Oh, ik wou mijn super aanzetten. Dat gaat niet helemaal lekker. Maar misschien dat Shadows het nu kan afmaken. Ja, oké, top. Top, top, top. Beter laat dan nooit. Dan staan we nu 5-0. We moeten nog 7 potjes winnen met Jeannette. En dat gaat precies lukken. Volgens mij hebben we precies die opdracht ook voltooid. Ja, als we dus vanaf nu alle potjes winnen, dan hebben we die opdracht met Jeannette ook nog voltooid. En dan krijgen we nog een keer 1000 tokens erbij. Dus dat is op zich ook wel lekker. Altijd fijn meegenomen natuurlijk. Maar het volgende potje. Oeh, Squeak met een meteen een hit. Hier, top. Ik zal even kijken of ik die Squeak kan aanvallen. Dat zal op zich wel nice zijn. Ik zal hier even mijn gadget zo neerzetten. Of, nou, dat is niet zo handig. Oké, ja, dan ga ik die... Oh, Colt bijna killen. Oh, net niet. Oh, ik had die Colt bijna gekild met mijn gadget. Maar dat scheelde niet veel. Oh, Eroy, wat een heerlijke aanval was dat. Ik moet die Colt even pakken. En, oh, Eroy scoort al. Top, dan hebben we nu een 2 punten. Nog 1 3 punten. En dan hebben we gewonnen. Dat is toch even lekker meegenomen. Als dat gaat gebeuren. En ik zal hier even hits doen. Oh. Ah, dan ga ik nog dood ook nog. Ai, 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 ai. Maar misschien dat Eroy nu kan scoren met de 3 punten. Zou mooi zijn. En hij paast hem naar Shadows. En Shadows gaat hij nu scoren. En hij probeerde het gewoon met de gewone hit. Dat was bijna een goal. Was bijna een goal. Ik zou trouwens even mijn super nu gaan inzetten. Dan kan ik hier gewoon lekker vliegen. Ze kunnen me toch niet pakken. Huh? Kon je nou uit de map vliegen? Ik had het idee dat dat kon. Oh, dan moet ik trouwens uitkijken. Maar Shadows kan nu de bal er misschien in schieten met de 3 punten. Hij scoort. Het is een 2 punten. Oké, nou prima. Ik ga kijken of je de map uit kan vliegen. Of dat mogelijk is. Want dat idee had ik net dat dat kon. Maar dan moeten ze nu eigenlijk niet gaan scoren. Want anders is het potje voorbij. En... Oh ja, Shadow scoort wel. Oké. Ik had echt het idee dat ik net een beetje buiten de map aan het vliegen was. Maar we gaan het zo meteen in een andere game mode nog een keer proberen. Maar we staan nu 6-0. We hebben nu klopjacht.
En ik denk dat het hierin moeilijker is. Misschien dat het... Ja, ik weet niet of het in knokbasketbal kan. Geen idee. Daar zijn we nu niet meer achter gekomen. Dat is jammer. Maar we gaan nu klopjacht spelen. En we gaan eens kijken of we hier ook weer de komende 3 potjes kunnen winnen. Zou toch eventjes mooi zijn. Oh, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Het chillen trouwens wel is op het moment dat ik zeg maar mijn super inzet. Ik iedereen in de bosjes kan zien lopen. En met je gadget doe je natuurlijk ook damage. Dus ik kan hier mijn gadget neerzetten. En ik doe dus bij iedereen damage ondertussen. Dus dat is ook erg lekker. En die is ook al dood. Nou, dat ging mooi makkelijk. Ik kan trouwens zo meteen mijn super inzetten. En dan gaan we gewoon lekker vliegen. Boom, boom. Ze kunnen helemaal niks. Dit is echt gewoon vals spelen gewoon. Dit is echt vals spelen. Ik zal mijn super weer in aanzetten. En dan kan je weer vluchten. Nee, oké. Okay, ja, hier kan je dus niet aan de, buiten de map komen. Ik weet ook niet of het kon hoor in die andere map. Maar ik had zo'n idee. Het zag er zo raar uit of zo. Ik zal hier even mijn gadget neerzetten. En dan hier even hits. Top. En dan kan Iroh je denk ik al wel afmaken. Nog eentje hebben we nodig. En dat is alleen die kroon. Kunnen we die hebben? Ja, oké. Okay, we hebben hem al. 10, 2, easy game. Easy, easy, easy. Janet is toch wel echt een hele goede knokker. Ik ben benieuwd of Janet zo goed is dat het voor mij in rank level 30 zou kunnen gaan worden. Ja, dat weet ik nu nog niet. Dan moeten we natuurlijk nog heel veel gaan spelen. Maar als het zo doorgaat, zou het misschien kunnen. Dit potje, hopelijk gaat hij net zo snel. Zou even mooi zijn. Ja, Rosa is trouwens ook zo goed in deze map. Dat is ook niet normaal. Oké, ik zal mijn gadget even aanzetten. Ja, top. Dat is al 1. En dit is de volgende. Dus dat is lekker. En dan kunnen we nu even die grond pakken. Ja, ik heb het idee dat ze nu al bijna hebben opgegeven. Ja. Lol, dit is echt heel makkelijk hoe dit tot nu toe gaat. Iroh, die heeft ze super. Ik moet trouwens eventjes uitkijken. Ja, en dan kan Iroh daar weer een kill maken. En gaat dit nog goed? Kunnen we hier nog die Shelly killen? Ja, top. Dan is daar weer een kill. En ik zal hier even helpen. Gaat het nog goed? Ja, oké, okay, top. Dan hebben we daar weer een kill. Dan staan we nu 7-2. Dan ga ik nu even weer mijn super aanzetten. Kijk, het chill is bijvoorbeeld, ze proberen mij wel te schieten. Maar het lukt gewoon niet. Hier, dan kunnen we weer even kill maken. Oh, ik ga nu wel dood, maar we hebben al gewonnen. Haha, 10-3. Weer binnen no time de tegenstanders 10 keer gekillt. Dit is zo makkelijk. Dit gaat zo belachelijk goed. Nog maar 4 potjes. En hierna krijgen we de grote dozen en megadozen. En dat is natuurlijk helemaal chill. In principe, als je alle rewards bij elkaar optelt, dan heb je best wel wat rewards hoor, die je vrij speelt. Maar let's go. Let's go, let's go, let's go. Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor de tegenstanders dan, want wij winnen natuurlijk alles. Ik zal even mijn gadget aanzetten. En dan zal ik hier even helpen. Oeh, die Rosa kon ik net niet killen, dus dat is jammer. Ja, dat is weer pech hebben. Ik kan hier even hits doen. Trouwens, als ze hier natuurlijk in de cirkel bevinden, kan je dat ook zien. Ja, dit is lekker. Ik zal even helpen. Ah, we kunnen net niet hier die M's killen. Ik zal even hier bommen gaan droppen. Hier komt u maar. Hoppa. Hij kon er niks tegen doen. Hij kon er niks tegen doen. Janet is gewoon te goed. Janet is te goed. Ik zal hier even mijn gadget neerzetten. En dan kunnen we hier weer kills maken. Oh, mijn gadget is nu helaas weg. Dat is dan wel weer jammer. Maar ik heb echt zo'n idee dat Janet wel echt misschien weer zo veel te overpowerde knokker gaat worden. Want kijk, die tegenstanders kunnen nu gewoon niks. Ze kunnen niks. Ze kunnen alleen maar vluchten. En hier, als je er eenmaal bij staat, dan is het helemaal kansloos. En als je dan meteen weer je super hebt, kan je meteen weer je super inzetten. En dan kunnen ze je weer niet aanvallen. Dus als je dat een paar keer achter elkaar doet, je tegenstanders zijn compleet kansloos. En Iroh en Shadows hebben het nu al afgemaakt. Top! Dan hebben we weer 10-2 gewonnen. En dan gaan we dus nu grote dozen en megadozen vrij spelen in een gewone knokbal map. Dus geen speciale game mode. Maar knokbal vind ik persoonlijk altijd leuk om te doen. Dus ik vind het helemaal prima. Dan gaan we eens kijken of we deze 3 potjes ook kunnen winnen. En dan hebben we dit zo snel gefixt. Ja, dat is echt niet normaal. Dit is zo snel gegaan dan. Maar ja, we moeten natuurlijk nog wel even deze 3 potjes winnen. Want dan mogen we die extra grote doos en die extra megadoos die te krijgen is in de store voor sterpunten, mogen dan ook kopen. Als we de 12-0 halen natuurlijk. Maar hier gaan we weer. Wat voor tegenstanders hebben we? Stu, Gil, Frank. Oh, dat zijn wel goede knokkers. Ik weet niet of ze goed zijn in Brawl Stars. Dat kan je natuurlijk niet weten. Maar ik doe wel makkelijk damage op ze. Dus dat is wel lekker. Ik ga eventjes hier achteren staan. Shadows, dat is op zich wel chill. Dan hebben we net iets meer ruimte. En ik zal mijn gadget even aanzetten. En ja, top.
En dan kan ik nu met mijn super misschien naar het goal toe gaan. Kijk, ik kan hier gewoon zorgen dat ik gewoon naar het goal toe ga. En dat ik ze hier gewoon zou kunnen killen. Ja, het zou technisch gezien kunnen, maar het ging niet heel lekker. Oké, dan moet ik even iets meer voor oppassen, want ik ging nu niet heel lekker spelen. Maar we staan nog steeds voor, dus dat is lekker. Zou je even helpen? Nou, we staan trouwens helemaal niet voor. Maar we staan ook niet achter. Maar ik heb het idee dat we wel beter zijn dan onze tegenstanders. Ja, top. Dit was eentje. Ik zal trouwens even deze pakken van Shadows. Dan doen we nog net wat meer damage en dan hebben we wat meer levens. Dus dat is wel erg lekker. Gaat Eroy scoren? Nu nog niet. En top, dat is een kill. Dan moet die Frank terugkomen. En dat doet hij ook. Hij had ook geen keuze. Oh, we hebben nog net geraakt. Maar gaat Shadows nu kunnen scoren op Eroy? Ja, oké. Top, 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 top. En het ging een beetje stroef, maar nu gaat het iets makkelijker. Ik ga meteen met mijn super er naartoe. Lol, ze kunnen helemaal niks niet tegen doen. Ik ga boom, hoppatee. Easy game. Ja, net dat vliegen, dat is zo overpowered. Want je tegenstanders kunnen gewoon niks. Dat lijkt me heel frustrerend. Je kan gewoon Janet niet verdedigen op het moment dat Janet in de lucht is. 39 krachtpunten erbij, dus dat is lekker. En dan gaan we nu door. Maar die megadoos, daar verwacht ik meer krachtpunten uit. En als we dus deze komende twee potjes winnen, kunnen we nog een grote doos en nog een megadoos openen. Ja, top. Dan is die Ems al bijna dood. Ik zal hier even een gadget neerzetten. Kijk, dan kunnen ze ook niet echt doorpushen hier zo. Ja, want dat kunnen ze wel. Oh, die Ems heeft denk ik nog niet helemaal door wat die gadget inhoudt. En die Gil ook niet, want die komen toch wel redelijk in mijn gadgetgebied. Ja. Hoppatee, dat is Gil. Oh, lol, dat was de gadget van Ems. Want Ems kan natuurlijk ook met de gadget door de muren heen schieten. Dat kan natuurlijk. En gaat Eroy scoren? Ja, stop. Nice, oké. Okay. Ik heb een super weer. Dus ik ga gewoon meteen weer hetzelfde doen. Hoppatee. Komt u maar. Hoppa. Ik ga hier meteen even hits doen. Hits. Oh, shit. Dit is dan wel weer jammer. Uh-oh. Ik zal even mijn gadget aandoen. En ga ik nog daar een kill maken? Nee. Komt Shadows op tijd leven? Nee. Oké. Ik ging iets aanvallen. Dat is het nadeel. Als je een beetje goede tegenstanders hebt, dan gaan ze je keihard counteren op het moment dat je met Janet in de lucht vliegt. Helemaal hoe ik dat net in het begin deed. Kan nu wel, want die MC is redelijk low qua HP. Ja, top. En dan hier kunnen we hem zo meteen killen als ik weer terugkom op de grond. Ja. En Eroy kan daar de rest van de kills maken. Oh, Shadows had anders wel een mooie trickshot. Maar Eroy maakt hem af. We hebben uiteindelijk toch nog redelijk makkelijk gewonnen. Nog één potje. En dan hebben we het gehad. Hoeveel krachtpunten krijgen we nu? 78. Dat is op zich wel nice. En met die megadoos van zometeen en die grote doos en megadoos in de store, als ik natuurlijk dit potje win, dan kunnen we denk ik Janet wel upgraden naar krachtlevel 8. Ja, want we hebben Janet nu al krachtlevel 6, als ik het goed heb onthouden. Dus op zich is dat wel erg lekker. Ik zal hier even hier naartoe gaan en dan zet ik hier even mijn gadget neer. Dus mochten ze hierheen willen komen, dan gaat dat moeilijk. Ja, kan wel, maar dan krijg je de hele tijd damage tegen. En dan word je ook niet gelukkig van als tegenstander zijnde. Oké, we gaan hier even om de hoek lopen. Kunnen we die Brock killen? Of bijna die Brock killen? Net niet die Brock killen. Gaat dit nu goed? Ja, Eroy kan daar wel een kill maken. Of gaat hij nu dood? Hij gaat nu dood. Oké, maar Shadows kan dit denk ik wel afmaken. Ja, hij kan niet door die gadget heen van kill. Dat is irritant. Maar hij heeft alsnog gescoord, dus dat is lekker. En dan kunnen we misschien nu gaan pushen. Ik zal nu even mijn super inzetten, want ik heb niet zo heel veel levens. Het is eigenlijk het domste wat je kan doen. Op het moment dat je net de super inzet, moet je eigenlijk als team volop gaan aanvallen. Mooie goal van Shadows nog, die dat muurtje kapot maakt en dan er vervolgens doorheen schiet. Maar we hebben gewonnen! We hebben de uitdaging gehaald. Heel makkelijk. 12-0 en alle rewards vrijgespeeld. Krijgen we nog een token, ja, schild. En we krijgen nog 123 keer Janet. Dus dat is toch wel eventjes heel lekker meegenomen. En een nieuwe reactie! Is toch wel eventjes leuk meegenomen. Ja, Eroy en Shadows hebben hem nu natuurlijk ook. Maar ik ga nog even in de store eventjes deze grote doos openen. En dan natuurlijk die megadoos. We krijgen 29 keer Janet. En hoeveel krijgen we er nu? We krijgen weer een token en nog 114. Dus dat is toch wel even lekker meegenomen. En dan kunnen we Janet upgraden. Oh, naar krachtlevel 7. Net niet naar krachtlevel 8. Maar we kunnen in ieder geval de gadget vrij spelen. Dus dat is nice. Maar ik laat het erbij. Ik wil Eroy en Shadows natuurlijk weer bedanken voor het meedoen. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Maar dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door. Want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het eind van deze video. Maar hey, dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken. En dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor Bouws uit mijn kleding, check natuurlijk bouws.nl. Hartstikke mooie kleding!